Hi, ik ben Mark. Het was de week van eindelijk wat afkoeling. Maar natuurlijk ook gewoon weer de week van 538 op het YouTube-kanaal van 538 geweest. Ja, wat krijg je als je het beste van Big Brother en The Voice combineert? Dan krijg je de gouden formule House of Talent, waar 8 talentvolle, veelbelovende artiesten hun carrière gaan starten. Samir en Bram kwamen even uit het huis langs in de Radio 538 studio bij Bas Menting en vertelden hoe dat vetkikke huis eruit ziet. Wat zit er zoal in dat huis? Studio, maar dan ook echt de beste studio waar ik ooit ben geweest. De mooiste ook. De mooiste. Het is echt prachtig. Het is echt. Je hebt alles. Ja. Maar het enige is dus, als je naar de wc moet, dan zit er ook een camera op je. Dat is echt ja, is dat minder. Zo? Ja, nou ja, dat is dus eigenlijk voor de veiligheid, maar toch stiekem voelt het niet heel prettig als je je broek naar beneden trekt, laat maar zeggen. Nee, kan ik me eens voorstellen. Maar die beelden worden niet gebruikt. Dat is meer om even te checken of je het allemaal zeg maar op nou, natuurlijke krachten kunnen. Ja, stel je voor, we trekken iemand de wc in, dan wordt het wel uitgeschonden natuurlijk. En dan gaan we door met een rondje socials. Oftewel even jou een kijkje geven voor en achter de schermen bij je vrienden van 538. Zo had Wietse's dochter met de tas van mama gespeeld. Toen ze een hapje ging eten kwamen Wietse en zijn vrouw erachter dat een avondje zeppen voor de oppas helaas er niet in zit. Dan onze avondbaas Barend ging dit weekend met DJ's on tour naar de Appelhof en nam zijn vrouw en kind mee. De kids waarvoor die draaide waren voor het eerst zonder ouders op vakantie. Ja Barend, je wordt ook weer een jaartje ouder. Ik snap dat je het daar een beetje warm van krijgt, ja. En tot slot Koen Swijnenberg. Waarom moest hij nou deze vakantiefoto delen? Ik hoop dat je snel terugkomt, Koen. En dan gaan we door naar de broeders van Broederliefde. Die waren te gast bij Mooie Vragensteller Barend in de avondshow. Maar serieus, kwamen ze nou echt met bus 12? Dames en heren, tenminste, ik zie alleen maar hier in de studio. Het zal weer eens een keertje niet. Laat je horen voor de boys van Broederliefde! Dit is altijd lekker om op deze manier een gesprek te mogen beginnen. Niet van, hey, ik heb een tijdje niks van jullie gehoord en waar waren jullie met z'n allen? Fucking nummer 1 met We Moeten Door, deel 2. Van harte gefeliciteerd. Ja, jawel, jawel. Maar het is ook niet alsof Fransje Bauer op 2 staat. Nee, gewoon Drake met Scorpion, hè? Ja. Dat staat en een groot verschil, hoor. Ja? Wij op 100% volgens mij. En Drake in de eerste week 70%, tweede week 60%. Dit zijn cijfers, mannen. Zeker weten. Lekker. Hey, toch altijd even die lullige dingen om het over te hebben. We moeten door. Waarom? Ik loop naar buiten. Ik zie voor een godsvermogen aan auto's op de parkeerplaats staan. Van wie dan? Nou, ik denk van jullie. Nee, wij zijn met openbaar vervoer gekomen. Jij was die gast die net uit bus 12 kwam. Ik heb gewoon mijn lijkkorte boekje aan. Oh, die enkelband staat je ook goed trouwens. Maar even zonder lullen. Wat, we moeten door. Wat? Hoe? Vertel. Dat was eigenlijk gewoon een vervolg op Hard Work Pays Off 2. Ah ja. En dat enorme succes eromheen. En al die prijzen die we hebben gewonnen. Al die dingen die we hebben meegemaakt. En dan hebben we zoiets van, jongens, koppen bij elkaar. Zelfde richting op. Ah ja. We moeten door. Ah ja. Ja, inderdaad. Goed dat je dat zegt. Kijk, ik bedoel, voordat zeg maar die hele boel aan het gaan is zoals het nu aan het gaan is met Nederlandse hiphop, om het zo maar te zeggen, was Broederliefde al daar. Gekomen, dat is 1. Maar ergens blijven, wat jullie duidelijk aan het doen zijn, dat is 2. Hoe flik je dat? Ja, gewoon jezelf zijn en doen wat je leuk vindt, denk ik, man. Ja, maar stelt mooie vragen, trouwens, man. Hé, ja, maar gast, ik zit hier op de oefenhuis morgen. Hebben deze Temptation Island-verleider en YouTuber deelde Bas Menting een paar pittige dilemma's. Want wat heeft Tisha Boy liever? Een goede one-night stand of een vaste relatie? Lekker dat je er bent. Superleuk. Ja. Valt een beetje, radio. Dit is leuk, man. Ik wil ook bij de radio werken. We hebben best wel veel tv gedaan natuurlijk. Mm-hmm. Temptation Island Vips en al die filmpjes die je op Instagram knalt. Allemaal met beeld. Wat vind je hiervan? Zo ik lekker vind een beetje leuk, man. Dit is lekker. Dit is relaxed. Ik kan gewoon lekker babbelen. En daarna gaan we muziek luisteren. Dan gaan we babbelen, muziek luisteren, babbelen. Ja, maar het is niet super makkelijk, want we hebben keihard kiezen. En ja, dat betekent dat wij een paar keuzes voor je hebben. Zal ik gewoon even grabbelen? Pak eens iets. Ik pak even iets. Wat is de bedoeling? Wat moet ik doen? Je moet kiezen. Okay. Een sextape die heel Nederland te zien krijgt. Of een SOA waar je nooit meer van afkomt. Oeh, sextape. Echt? Fuck it. Een SOA waar ik nooit meer van afkom, dan kan ik nooit meer een sextape maken. Goeie. Wow. Goeie. Ja. Ja, super nice. Het zijn niet per se dingen die ik van jou wil weten. Maar dominant of onderdanig? Ik. Ja.
Ik ben dominant. Ja? Ja. Jij ligt wel bovenop, zeg maar. Dat, ja, ja, zeker weet je. Oké. Okay. Een goede one night stand of een serieuze relatie? Oh. Oh. Ja. Op dit moment? Goede one night stand. Ja, echt? Ja, sorry hoor. Jij hoeft jij ik niet ben aan helemaal relatie? Klaar met relaties. Serieus? Ja. Is het lang geleden? Nee. Die relatie niet heeft heel lang. Half jaar zo. Nee, nee. Goede one night stand. Heb je eigenlijk, je bent gedaan aan Temptation Island Vips als verleider. Mm-hmm. Heb je daar een one-night stand aan overgehouden? Ik heb geen one-night stand aan overgehouden. Echt niet? Nee, nee, echt ik niet. Ik zie zo'n lachje. Nee. Jawel. Nee, ik moet gewoon lachen omdat het awkward is. Oké. Okay. Niet zo. Oké, okay, nou, dan weten we dat. Ja, ze zitten pas net bij ons in de studio, maar het lijkt erop alsof ze er al jaren zitten. Ze zijn nu al niet meer te missen en echte toppers, 538 toppers. Daarom een top 3 met de heerlijke momenten tussen Wietse en Chris. Kijk eens naar Tite of naar... Ik ben echt een billenman. Ja? Ja. Ik ben echt een borstenman tot vervelend toe van mijn vriendin. Maar vind je het op een gegeven moment niet, als ze te groot worden, niet eng worden? Nou, ik heb altijd een beetje als vrouw te grote borst hebben, dat ik denk van oeh. Ja, maar dat echt pas maar bij maat F of zo, dat die echt op knappen staat. Dan ben je de huid in de rug. Flinterdun. Ja, dat vind ik het goor. En dat je, dat je dan van die tepels krijgt als satellietschotels. Ja, van La Centura tot Despacito. Met de zomerrit op Radio 538 spreek je al snel een aardig woordje over de grens. Er zijn heel veel Spaanstalige hits uitgebracht. Maar welke Spaanse woorden kennen we nu? En belangrijker, wat betekenen ze? Voor de duidelijkheid, dit was een idee van mijn goede vriend Chris. La Centura, dat is de taille. De Despacito is langzaamaan. Despacito. El perdón, dat is vergeving. El perdón. En Dura betekent hart. Dura. Hey, en wat vind jij nou, hè? Is sidekick Chris te open over seks? Oordeel zelf maar. Maar ik weet je antwoord al, hoor. Nou, vanmiddag zaten we even op de redactie hier. En zaten we ook met een hele random collega van 538 die we niet heel vaak spreken. Hoe heet ze? En, nee, het was een man. Het was een man. Julian heet hij. En hij zat erbij. En we zaten gewoon een beetje te kwebbelen zoals je dat doet. Wat een hitte buiten. Oh mijn god, een weekend. Wat ga je allemaal doen? Zo, zo, zo. Gewoon een random praatje. En op een gegeven moment kijkt Chris op. En die kijkt om zich heen. En die zegt... Mijn vriendin die wil dat ik haar vaker bef. Oh ja, dit is waar, dat heb ik gezegd. Ik hoop dat ze luistert trouwens. Maar ik hoop het niet, anders moet ik. Maar, dat zeg je toch niet? Nee, geintje. We zaten gewoon lekker in de tuin en toen zaten we een beetje te kletsen. En we hadden het over dat het zo warm was. Oh, ja. En dat we op zich wel zin hadden om freaky met elkaar te gaan worden. Maar ja, het was te warm, dus we hadden geen zin. Oh, het was te warm. En toen gingen we het een beetje over hebben. Toen zei ze, nou, ik wil trouwens ook wel dat je trouwens... En toen kreeg ik opeens een hele waslijst wat ik allemaal moest gaan doen. En dat was dus onder andere, nou, wat ik onder andere noemde. Dat, ja. En wat nog meer, want het was een waslijst. Nou ja, vaker bijvoorbeeld. Kijk, ik ben het type dat, ik ben soms blij als ik bijvoorbeeld op maandag ben geweest. Ja? Dat ik dan op dinsdag even mag rusten. Maar zullen we nu weer muziek gaan draaien? Want ik wil het helemaal niet zeggen. Oh, het is ongelooflijk, hè? Oké, dus het moet vaker, er moet meer gewerkt worden. En wat... Nee, dat is het. Ja, voor de rest ben ik gewoon een ontzettende topgozer. En een ontzettende toplul. Dat kan toch niet, jongen. Het was hem alweer. De week van 538 op ons YouTube-kanaal 538 gemist. Wil je niks missen? Leuke fragmenten, bijzondere fragmenten? Gewoon even abonneren. Blijf je altijd lekker op de hoogte. En ik heb nog één mooi fragment voor je. Heb jij ooit doorgehad dat onze Barend enorm Ajax-supporter is? Hij heeft al een keer met zichzelf afgesproken. En ook met de directie denk ik dat hij het niet meer over voetbal heeft tijdens het programma. Of in ieder geval niet meer naar voetbal kijkt tijdens de radioshow. En dat ging best goed, hoor. 1 minuut. Puk! Yes! Goedenavond! Goedenavond! Oh, wat mag jij je ouders dankbaar zijn dat ze jou deze naam hebben gegeven? Dankjewel, ik ben er zelf ook heel erg blij mee. Kijk, Puk is gewoon, het klinkt gelijk als, ja, weet je, gewoon als een goed mens. Ja, dankjewel. Ik weet niet of het zo is, hoor. Misschien heb je een enkel band om en kom je net in de TBS-kliniek. Dat kan natuurlijk ook. Misschien wel. Hé, wat vond je van die plaat? Ja, ik vind het sowieso heel vet dat het een Nederlands duo is die dat heeft uitgebracht. En dat ze zo, ja. Ja! Ja! Oh, sorry, wacht even. Ajax scoort 1-0, excuses. Sorry, wat zei ik? Ik zat even voetbal te kijken ondertussen. Yes! Huntelaartje, lekker! Wat vond je? Wat vond je? Sorry.